Onkreukbaar leek hij, maar toch vond VVD-senator Loek Hermans gisteren zijn waterloo in de uitspraak over zijn commissariaat bij zorginstelling Mevita. De thuiszorgorganisatie ging kapot aan een falend bestuur. Ook van toezichthouder Hermans. Reden voor hoogleraar Steven Schuit om aan de bel te trekken. Hij heeft het gehad met dit soort commissarissen. Ja, meneer Schuit, de uitspraak van de ondernemerskamer, een overwinning voor de FNV, de vakbond, die had die zaak ook aanhangig gemaakt. En daar is mee begonnen. Laten we daar eerst maar eens even naar kijken. Vaak vraagt men, gaan jullie de kosten verhalen op de daders? Ja. Kijk, een groot principe van de VVD is altijd geweest, de vervuiler betaalt. Dus ik denk dat de VVD het verstrekt met ons eens zijn wanneer we dat gaan doen. Ja, strijdbare vakbondstaal. Bent u het in dit geval met ze eens? Ja, het is ingewikkeld om vast te stellen wat eigenlijk de schade is geweest. Het is een heel ernstig drama. 20.000 werknemers die in plotseling werken voor een failliete onderneming. Dus het is een heel ernstig drama. Maar het is een beetje ingewikkeld om te bepalen wat nou precies de schade is. Om die schade te verhalen heb je een aparte procedure nodig. En dan moet je naar een andere rechter toe. Deze rechter die nu gesproken heeft, die heeft vast kunnen stellen dat er wanbeleid is. Dat is op een zodanige wijze vastgesteld dat ik denk dat het als bewijs kan dienen bij die andere rechter. En als dan blijkt dat de schade op deze mensen verhaald moet worden, dan hoop ik dat ze verzekerd zijn. Dan gaat het inderdaad meteen om heel groot geld. Daar gaat het om heel groot geld. Om wat voor bedragen moet ik aan denken dan? Nou, dan praat je over tientallen miljoenen. Ja, nou ja, dan zullen heel veel mensen denken, wacht even, ik wil geen commissaris meer worden. Nou ja, kijk, het probleem met juist dit geval van Loek Hermans en zijn commissarissen is dat je eigenlijk niet kan zeggen dat ze hebben zitten graaien. Kijk, als mensen een heleboel geld uit de kast hebben gehaald, dan ben je blij als iemand bij wijze van schadevergoeding gaat proberen dat terug te halen. Ja. Maar je kan niet zeggen dat Loek Hermans daar zich heeft zitten verrijken. Hij heeft wel zitten slapen. Dat wil zeggen, hij heeft zijn functie ernstig verwaarloosd. Hij is een functie ernstig verwaarloosd. U bent een belangrijke hoogleraar in Nederland op dit gebied, op dit vakgebied, ja. Autoriteit ook. Ja. U heeft veel van dit soort zaken onder de loep genomen. Wat vindt u van hem? Want hij is natuurlijk wel een model ook. Ja, kijk, hij is allereerst een boegbeeld in de Nederlandse politiek. Hij is voorzitter van een regeringsfractie in de Eerste Kamer. En hij is oud-voorzitter van de MKB. Dat is de ondernemerspartij, de VVD. En dan verwacht je juist dat hij als rolmodel het goede voorbeeld geeft. En wat gebeurt er hier? Hij treedt af. Hij, als fractievoorzitter en zijn laatste woorden over Mevita zijn. Nu weet ik eindelijk wat commissarissen in Nederland aan toe zijn. En toen viel ik van mijn stoel. Ja. Toen dacht ik, dan heb je 10 jaar lang zitten slapen. Ja. Want we hebben de laatste 10 jaar een gevecht gevoerd om het commissariaat beter te laten functioneren. Dat is ook stapsgewijs aanzienlijk verbeterd. En al die verbeteringen zijn hem blijkbaar ontgaan, terwijl in de politiek daar zeker over gesproken is. Maar zijn er genoeg verbeteringen dan tot stand gebracht, ook in de praktijk? Want bijna pleit je dan voor toezicht op de toezichthouders. Nou, kijk, ik ben er niet zo voor dat politici commissaris worden bij een onderneming. En Mevita is gewoon een onderneming. Het is wel eens een zorginstelling, een semi-publieke instelling, maar het is wel een onderneming. En de bottom line, dus het eindresultaat, moet wel kloppen. Ja. Het is een heel complexe onderneming. Echt zeer complex. Ook in het commerciële veld zouden zij tot de complexe ondernemingen worden gerekend, omdat ze een publieke taak moeten vervullen in een. Maar u hebt het niet context. Zo op politici in dit soort functies, of sowieso niet zo op politici in toezichthoudende functies? Nou, in een commerciële context, en Mevita is toch een commerciële onderneming met een publieke taak. In een commerciële onderneming heb je commerciële ervaring nodig. En die mist Hermans totaal. Dus als hij rapportages krijgt, dan kan hij niet zien wanneer hij aan de bel moet trekken. En met wat voor toezichthouders gaat het beter? Met wat, want er wordt vaak eens die roep, klinkt dan, hè, om een nieuw soort toezichthouders. Maar met welke toezichthouders gaat het beter? Nou, ik denk allereerst mensen die, ik zou zeggen, professioneel argwanend zijn. Ja. En die ook beslissingen kunnen nemen. Ad Scheepbouwer, de oude KPN-bestuursvoorzitter, die zei tegen mij op een gegeven moment, toen hij iets ging doen waarvan ik zei, weet je het zeker dat je dat wel wil? Want je krijgt de hele wereld over je heen. Zei hij, Steven, ik word niet betaald om populair te zijn. Politici worden wel betaald om populair te zijn. Die worden eigenlijk, ja, die moeten verkiezen, herverkozen worden. Maar een goede ondernemer of een goede commissaris, die moet ook pijnlijke, hele vervelende beslissingen kunnen nemen. En wat zijn mensen die dat kunnen? U noemt Ad Scheepbouwer, ja, die is ook wel eens in de fout gegaan. Die is ook wel eens bekritiseerd. Dat is ook iemand, dat kan niet anders. Er is een groot verschil tussen in de fout gaan een keer. Want kijk, waar gehakt wordt, vallen spaanders. En dat is een marge
van fouten die iedereen moet kunnen maken. Maar mensen die aan dit soort eisen moeten voldoen, dat zijn mensen die stevig in het leven moeten staan, flink ervaring moeten hebben, enige leeftijd ook moeten hebben. Ja. Noem dus een paar namen, dan buiten Scheepbouwer, die u goed zou vinden. Nou, Jeroen Kramer, er zijn verschillende mensen die in het bedrijfsleven. De leiding nu van Unilever, de leiding van Shell, vind ik uitstekend. Het zijn allemaal topmensen. Siebersma, Polman, allemaal topmensen. Ja, allemaal topmensen. Maar die hebben natuurlijk een ervaring opgebouwd in de loop van de jaren. En in een selectieproces zijn ze naar de top gekomen. Maar durven bedrijven dat ook aan? Dit soort sterke, onafhankelijke mensen op die plekken neer te zetten? Ja, maar dan als je een politicus neemt die in zo'n verantwoordelijke rol als voorzitter van de Raad van Commissaris, dat is een heel veel moeilijke rol dan gewoon lid van de Raad van Commissarissen. Als je daar een politicus voor neemt zonder die bedrijfsmatige ervaring, dan loop je grote risico's, want de man heeft wel enorme politieke connecties, maar het aansturen van een raad van bestuur en zorgen dat die mensen ook tijdig bekeken worden op hun performance, op de wijze waarop zij opereren en of de fusieresultaten inderdaad worden doorgevoerd, dat was een zeer gebrekkig fusieplan. Maar daar heb je dus enorm veel, als je dit goed wil doen, heb je daar veel tijd voor nodig. Niet voor niets ooit, hè? Ja. De commissie Tabaksblad in het leven geroepen. 5 commissariaten is een maximum. Vindt u dat een goed maximum? Het is heel lastig om een maximum te stellen. Als je voorzitter bent van een kleine golfclub, dan kan je hart daar liggen. En dat betekent dat je in je hoofd voortdurend met je golfclubje bezig bent, terwijl je in werkelijkheid die golfclub helemaal niet meetelt bij die 5. Waar het om gaat is dat je ruimte hebt om in geval van niet risico's die zich voordoen, maar calamiteiten die zich voordoen, dat je dan op dat moment je agenda kan schoonvegen. Maar een stuk of 13 nevenfuncties, Hermans, dat zijn er wel heel erg veel. U heeft zelf 1 commissariaat, hè? Het zijn er veel te veel. Het zijn er te veel. U heeft er 1? Ik heb er nu nog 1, maar ik heb er heel veel gehad. Wat is uw maximum geweest op een bepaald moment? 7. Oh, dat komt net. En nou, dat vond ik zelf ook klemmend. En toen ben ik een aantal dingen gaan afbouwen. Een aantal dingen vielen er helemaal niet onder. Dat waren min of meer liefdadigheidsdingen. Maar die wel heel veel tijd van me vroegen. En op een gegeven moment moet je gewoon schoonmaak houden. En dan moet je dingen weer de tent uit. Nou zie je dat mensen, u zei het al, maken fouten in hun leven. Dat doen we allemaal. Ja. Maar je ziet mensen soms flink de fout ingaan. Bijvoorbeeld Hans Alders. Jaren geleden speelde dat al. Ook veel te veel functies werd hij onbekritiseerd. Ja. Dat nam hij niet al te serieus. Uiteindelijk werd hij daar natuurlijk wel voor aangepakt. Maar die komt weer terug, hè. Kamp met 9 levens. Hij wordt nu nationaal coördinator in Groningen, waar hij ook commissaris van de Koning was. Vindt u dat terecht, dat die mensen weer in dit soort posities terecht kunnen komen? Hij is eigenlijk ook een politicus. Kijk, en daar zit het probleem. Politici zijn mensen die leven van compromissen. En een vent die een onderneming drijft moet natuurlijk ook compromissen sluiten, maar je moet ook hele vervelende beslissingen kunnen nemen. En het is verrekte eenzaam aan de top. En dat is wat die eenzaamheid is wat Loek Hermans en Alders waarschijnlijk schuwen. Dat zijn mensen die socializen, die netwerken. Ja. En die proberen voortdurend iedereen het pap en nat houden, tevreden te houden. Ja, en zo run je geen onderneming. En Mea Vita is een uiterst complex dier, hè? Met heel veel dochters. Het schijnt 100.000 mensen die daarvan afhankelijk waren. 20.000 werknemers, dat is ongelooflijk ingewikkeld bedrijf. Is dit daarom ook een belangrijke casus voor u, voor uw collega's? Ja, natuurlijk. Voor de studenten? Hier ga ik over doseren. Dit is een juweel van een casus over hoe het mis kan gaan. Ja. Maar het is ook een uitzondering op de regel. Want je ziet dit soort casusposities weinig. We hebben er nu net deze week Vira gehad. Hij lijkt verdacht veel op Vira. Oei. En dat heeft te maken met het feit dat dat iedereen eigenlijk van elkaar denkt, het gaat wel. Het gaat wel goed. De bal rolt. En dat niemand echt zich dus impopulair durft te maken. Niemand echt keihard durft in te grijpen. Terwijl het daar juist noodzakelijk is. Ja. Je moet uiteindelijk, als je aanziet komen dat het niet goed gaat, moet je ergens een streep onder kunnen zetten. En mag ik ook een streep zetten onder dit gesprek? Ja, dat doe ik niet. Dat doe ik niet van harte, maar urenlang graag door. Daar gaan we zeker nog een keer over praten. Ja. Meneer Schuit, hartelijk dank. Dank u wel.